De Milieubarometer is een online meetinstrument dat ondernemers helpt hun milieuprestaties inzichtelijk te krijgen en ook te verbeteren. En wat het bijzondere van dit project is, is dat daar dus een nauwe samenwerking met het onderwijs is om stagiaires, VMBO-T, met affiniteit met het thema ook in te zetten om die ondernemers te ontlasten. En het mooie van dit project is ook dat het al meerdere jaren bestaat en dus ook gewoon een duurzaam succes is. Dus ik wil ook graag iemand van de gemeente van Papendrecht naar voren. Er zijn in totaal 727 stemmen uitgebracht op deze vier projecten en er is een duidelijke winnaar. En de winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2015 is geworden Papendrecht. We zijn in het oude Luxor Theater in Rotterdam met wethouder Joke Reuwe van Papendrecht. Wethouder die onder andere het milieu in haar zaken, in haar portefeuille heeft. Waarom zijn we vandaag hier? Omdat we de Duurzaamheidsprijs gewonnen hebben. Nou, dan gaat u me nu vertellen wat de Duurzaamheidsprijs betekent. De Duurzaamheid, er zijn 14 projecten ingediend. En ons project met Van Stimulaar, waarin we dus onderwijs, bedrijfsleven en politiek en vrijwilligers inzetten om te kijken hoe we het mes aan verschillende kanten kunnen laten snijden. Waardoor kinderen interesse in de techniek krijgen. Ondernemers ontzorgd worden van hoe zij dus op milieugebied en op duurzaamheidsgebied kunnen scoren. En dat allemaal bij elkaar is natuurlijk heel erg leuk. En we zijn ontzettend dankbaar en blij dat Papendrecht, ja, dat het daar kan op deze schaal. Dat niet alleen de twee scholen, maar ook gewoon de ondernemers hier zo enthousiast voor zijn. Waar komt dit initiatief vandaan? Van Stimulaar. Stimulaar die heeft die milieubarometer ontwikkeld. 2 jaar geleden hebben wij dit als de gemeente Papendrecht aangeboden aan de ondernemers. En toen bedachten we ineens van het is best wel veel tijd, neemt het in beslag om dat in te vullen. Toen zijn we nagedenken hoe kunnen we de ondernemers hier mee ontzorgen. En toen is het contact met de scholen gekomen die dat goed opgepakt hebben, zowel de Willem als de Lage Waard. Je hoort van de kinderen dat ze het ontzettend leuk vinden. Er was een vader die tegen me zei van ik ben eigenlijk best wel jaloers op mijn zoon. Want bijvoorbeeld IAC, een groot bedrijf, daar rijd ik alleen maar langs. En mijn zoon heeft in de keuken mogen kijken en is daar heel enthousiast van geworden. Nu zijn er scholen die deelgenomen hebben aan het project. Wat worden die er wijze van? Reclame en enthousiasme bij de kinderen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om een prijs, maar wat erachter zit, de doelstelling, is gewoon enthousiasme over techniek, maar ook bezig zijn met duurzaamheid.